De bijdrage van de visserijsector aan de economie is de afgelopen jaren sterk gegroeid. De sector zorgt direct voor 4500 arbeidsplaatsen en indirect voor ongeveer 6500 arbeidsplaatsen. Dit zijn Mark Lal, secretaris en woordvoerder van het Visserscollectief Suriname, gisteren tijdens de online persconferentie van de Kenniskring. Bij deze online bijeenkomst is er aandacht besteed aan agro-oplossingen voor een beter Suriname. Lal gaf aan dat Suriname op jaarbasis tussen 5000 en 9000 ton garnalen exporteert. Onderzoek en dataverzameling is ook een van de bottlenecks binnen de sector. Zonder data kan je niet plannen, heb je heel weinig informatie om beleid aan te sturen. IUU phishing heeft te maken met illegaal visserij. En dat komt heel veel voor nog steeds in onze wateren, waardoor wij niet altijd over de juiste data beschikken, omdat heel wat vis weggesmokkeld wordt van Suriname. Een ander probleem is een tekort aan arbeidskrachten, met name jeugdigen in de sector. En ik merk ook dat we wel vergrijzen binnen de sector. Het ontbreken van ondersteuning voor de productie van de lokale vloot. In deze zou ik zeggen de prioriteit ondersteuning die we niet krijgen momenteel is dat van benzine. Een deel van de vloot kreeg wel duty-free brandstof. En dat is de industriële vloot, maar de artisanale vloot, de bevolkingsvisserij, die heeft tot nu toe nog nooit duty-free brandstof gehad. Lal wijst erop dat de sector met een groot probleem kampt als het aankomt op het vergunningenbeleid. Hij vindt dat het management op het gebied van vergunningen veel te wensen overlaat. En ongeveer 39.000 ton aan vis. De export op jaarbasis levert ongeveer 100 miljoen, wat ik heb gehaald uit de FAO-rapport van 2017. Dit is de visaanvoertabel die ik gewoon even wil laten zien. Zoals u ziet is het duidelijk wel te merken dat de visaanvoer stijgt in de laatste decennia. Dit is van de garnalen natuurlijk. Je merkt wel dat de diepzeegarnalen in het rood is afgenomen, maar de seawopgarnalen in het groen is wel redelijk toegenomen. Mark Lal, secretaris en woordvoerder van het Visserscollectief Suriname. Hij zegt dat een aantal sectoren nu ook verdient uit de visserijsector.